Zaterdag begon ProRail met de aanleg van het eerste van vijf brugdelen van de Ponte Palazzo. De nieuwe fiets- en wandelbrug die een verbinding gaat vormen tussen het Wilmsplein en het Paleiskwartier. De naam Ponte Palazzo is altijd een werknaam geweest. Nu hij vorm krijgt, is het een mooi moment om de brug zijn eigen naam te geven. Een aansprekende naam voor nu en in de toekomst. De naam van de winnaar zal op de brug prijken, en tevens wint men een ballonvaart voor twee personen. Het gaat bij de brug om drie dingen: bereikbaarheid, Verblijf en architectonische kwaliteit. De Ponte Palazzo wordt naast een prachtig verbindingselement een icoon voor de stad.